toen ik in Italië was, er is echt wel veel passie daar, man. Echt veel passie. En je voelt het zelf gewoon op straat. Mensen herkennen u ook al met je een onder 21 speler, snap je? En, maar dat is in Italië is anders, man. Ik ga eerlijk moeten zeggen, Italië is boven België. Qua liefde voor voetbal heb ik het gevoel. Kom ons. Zoveel anticipatie voor een rotte wedstrijd, man. Kom en get it on over with, man. Kom maar eens, man. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik zeg vanaf welk jullie kijkt. Ik ben Antti Kisema, jullie host en dit is Coolcast Sport. Dokus. Dus, we hebben niet gekeken. Turkije. Deze intro was dit. Ja, ik dat komt zo van leuk. Ik zat al straks, bro. Deze intro was dit. Het is dode intro, bro. Switch it up, man. Doe dat opnieuw, doe dat opnieuw. Nee. Gewoon een andere keer. Nee, huh? Dit wordt de intro. Fuck it, dat is de intro. Wacht, weg. Nee, is goed. Nee, is goed. Is goed. Zeg goed u. Ja. Je hebt de kans gekeken. Je bent zoals Turkije, kans verkeken. Ja, man. Of niks wedstrijd 3-0 verloren. Ja, opnieuw. Volgende. Ik zat gewoon te relaxed. Nee, we zijn voor. Bro, we zijn bezig, man. Deze is uw tijd. Time is ticking, man. Nou, mooi, Michel, wat vond je van de wedstrijd? De tweede helft was interessant, maar de eerste helft... heel saai. Dying. Heel saai, dying. Italiaans voetbal eigenlijk. Gimma was dood, man. Shit. Gimma was dood. EK is gewoon Koukas aan het boycotten, denk ik. Het is niet erg, maar eerste wedstrijd, man. Eerste wedstrijd, maar nog geen stress, man. Nee, dat zou we gaan. Voor openingswedstrijden zijn vaak saaier als het ergens om gaat. Op een EK, op een WK en zo. Daarom, snap je? Tjabalala, dat was leuk. Afrika is vibes. Je Zuid-Amerika, dat is vibes. Maar deze keer, Italië en Turkije, geen vibes. Allebei gebuist op vibes, sowieso. Je kunt zelfs niet wat ik moet zeggen. Hoor. Ik ga eerlijk zeggen. Broer, we waren gewoon daar. Tactische minuut zelfs. Mooi. We gaan tactische seconde worden. Hey. Kijk. We gaan even over naar Brian gaan met zijn tactische... Minuutje-tactische... Tactische minuutjes en tactisch. Ik weet niet, man. Maar deze wedstrijd heeft mij moe gemaakt, man. Nee, maar ik ga gewoon heel kort praten. Voor mij, wat ik heb gezien, snel, heel kort. Ik heb dus twee spelers gehighlight van Turkije. Nummer 10, Kasanoglu, ik kan zijn naam niet zeggen. Çalhanoglu. Çalhanoglu dan. En, hoezo is dat met drippen, maar maakt niet uit. En Karaman, snap je? Ik heb het snel even opgezocht. Karaman heeft afgelopen seizoen... heeft hij 65% van zijn wedstrijden gespeeld in de spits voor Turkije... voor Fortuna Düsseldorf. En hoe doen we dat nu? Çalhanoglu. Düsseldorf is tweede klas nu, hè? Ja, snap je? Hij start gewoon daar op die... Start op een EK gewoon. Ja, op die 7, snap je? Mooi. En dan heb je die andere guy, ik ga ze dan niet nog eens zeggen. Çalhanoglu. Hij speelt 70% van de wedstrijden voor AC Milan gewoon op de 10, volgens. En plus, Çalhanoglu is niet altijd. Want er is wel één statistiek die altijd rondgaat van dat hij na Bruno Fernandes de meeste kans heeft gecreëerd. Mm-hmm. Maar... ik ken niemand die meer balverlies heeft geleden dan maar Chalhanoglu. Ik vind het niet erg dat aanvallende speel balverlies let, maar het probleem is gewoon wat ik wil zeggen is van die twee spelers op een positie gezet dat je niet hun beste positie is of dat je niet hun beste positie is, snap je? Plus ik zie dat elke episode maakt niet uit waar, bij elke wedstrijd heb je diepgang nodig. Nu deze wedstrijd ook, je speelt met speelt tegen Italië. Italië had ongeveer 60-70% balbezit, dus wat heb je sowieso nodig om bij die omschakeling altijd diepgang... snelheid, snap je? Je had altijd sowieso snelheid nodig. Ja, maar die hadden dat niet. Dus je hebt... Je outlet is Yilmaz, maar dat is niet de snelste speed, snap je? Dus elke keer dat hij weg is, met omschakeling... één keer was hij weg, 1-op-1 met Chiellini. Hij draait terug, want hij weet... Ik heb die versnelling niet, snap je? En dan heb je ook Chiellini voor jou, snap je? Snap je? Dus dat gaat heel moeilijk zijn dan om dan te willen counteren tegen Italië, snap je? En dan wat je dan heel snel kunt zien bij Italië was van... ze speelden origineel met een 4-3-3... maar in balbezit was het dan zodanig dat Spinazzola eigenlijk als een linksflank ging spelen. Insigne komt dan een klein beetje naar binnen en dan de drie in het middenveld van Italië blijft hetzelfde. Overal, ik was niet onder de indruk van beide ploegen, Italië ook niet. De meesten hier zijn van mening dat Italië ver raken. Ik denk gewoon groepsfase, daarna is gedaan. Want er zitten heel veel flaws in deze team, dat ik heb gezien op 90 minuten. En ook al was het een saaie wedstrijd. Ja. Kiris. Kan ik zeggen dat Italië heeft gewonnen omdat ze thuis hebben gespeeld? Op zich kun je wel zeggen, man. Thuis spelen is sowieso altijd... Allee, dat geeft extra motivatie, snap je? Je bent niet bij huis, familie is er waarschijnlijk. Dus dat helpt sowieso. Volgens mij is dat wel een, kan dat wel een reden zijn. Maar ik zie de wedstrijd, hè, man. De wedstrijd was dying, dus man, op zich. Mag ik even heel eerlijk iets vragen? Want voetbal zegt dat altijd van thuis en supporters en zo. En ik weet, je speelt ook bij een ploeg, dus je gaat waarschijnlijk moeten zeggen van ja, de supporters en zo. Maar
Is dat echt zoveel verschil om thuis te spelen dan uit te spelen? Ik denk dat dat sowieso wel extra energie geeft, man. Het reizen is vermoeiend, dus. Heb jij dat? Vind je het reizen bijvoorbeeld vermoeiend? Wat is dat? Reizen? Want je hebt bijvoorbeeld ook met de nationaal ploeg al gespeeld met de jongeren. Ik kan niet zeggen dat reizen extra energie. Want op zich, je vertrekt de dag ervoor. Mm-hmm. Hotel, je kunt chillen, je hebt de hele dag en zo. Dus sowieso gaat je ook even fit zijn als de andere spelers, snap je? Maar ik denk dat thuisspelen geeft extra energie. De supporters zijn achter u. In negatieve momenten en positieve momenten, als je goede supporters hebt natuurlijk. Snap je? Maar dat helpt sowieso, man. Dat helpt sowieso, dat is een verschil. Sowieso. Aight. Oké. Laatste vraag aan jullie drie, of wil je nog iets zeggen? Merk je misschien, nu dat je, sinds dat je in België terug bent, is er eigenlijk al het merendeel van de wedstrijd was achter gesloten deuren door de pandemie en dit en zo. Maar merk je een hard verschil met supporters in België tegenover Italië? Ik kan het moeilijk vergelijken, ik zeg je eerlijk. Sinds ik in België ben, hebben we nog geen wedstrijd gespeeld. En toen ik in Italië was, er is echt wel veel passie daar, man. Echt veel passie. En je voelt het zelf gewoon op straat. Mensen herkennen u ook al een beetje een onder 21 spelers, net wel. En dat is in Italië is anders, man. Ik ga eerlijk moeten zeggen, Italië is boven België. Qua liefde voor voetbal heb ik het gevoel. Mm-hmm. Meer die cultuur zo van... Dat is die cultuur, man. Maar positief en negatief, hè? Positief en negatief? Ja, ook negatief. Dus wanneer als het slecht gaat. Wanneer het minder gaat, basically. Ja, maar snap je, die passie, die gaan ook in die agressie, snap je? Ook in die agressie. Veel meegemaakt? Nee, ik heb geen... Persoonlijk heb ik geen racisme. Topspeler, hè? Mag niet uit. Persoonlijk heb ik geen... Als je altijd goed bent, kunnen ze niet zeggen. Dat kan je niet zeggen, snap je? Maar ik heb wel het gevoel dat, snap je, toen ik in Italië was, heb ik geen racisme of zo meegemaakt, persoonlijk, van supporters of zo. Maar, nee, maar zoals je zei, de supporters, man, is positief, man. Ik zeg je eerlijk, die geven echt extra kracht. Ik heb een paar thuiswedstrijden gespeeld met echt veel supporters en zo. Dat is echt anders, man. Coppa Italia en zo. Ja, Coppa Italia, ook gewoon die Youth League en zo. Dus dat was echt wel anders, man. Ik zeg je eerlijk. Ai, ai. Dat is een goede vibe, man. Goeie Brian, man van de match. Ik denk dat we allemaal unaniem hebben besloten dat Spinazzola zal zijn. Voor mij, Barella was ook wel goed, maar ik denk gewoon... Spinazzola was denk ik de beste. Spinazzola voor iedereen, denk ik. Hè? Ja, ik denk het wel. Hij was de gevaarlijkste op het veld. Ja, hij heeft er leven in gebracht. Dan, ja, hij had een beetje actie maar de rest... Maar de opstelling werd wel naar hem toe een beetje aangepast, snap je? Hij is ook de enige die echt zoveel... Hij kreeg gewoon de hele Frank letterlijk. Snap je? Maar dat is het ding met Italië, man. Ik heb het gevoel dat hij te weinig... Creativiteit. Ah, dat is wat ik wil zeggen, de seks, heb je? Jullie zijn allemaal de seks van, Italië gaat ver geraken, maar wat ik zie is met, oké, normaal gezien komt Verratti in dit middenveld, maar je hebt steeds, ik heb dan straks gevraagd aan Gilles van, oké, jij kijkt meer Italiaans voetbal dan mij, wat zijn een bepaalde rol van spelers? En als je tegen mij zegt, de rol van Barella bij Inter is de tussenzones, dus van de defensie naar aanval brengen, Locatelli doet hetzelfde en Jorginho doet hetzelfde bij Chelsea, dus ik zie elk gewoon drie mannen die gewoon de bal van de defensie zijn drie... halen. Mannen echt voor je defensie. Ja, snap je? Die, echt, die diepe playmakers, snap je? Maar je hebt geen creatieve spark, je hebt geen team die even... Ik heb wel het gevoel met Barella de laatste jaren. Die is nu, sinds Conte er is wel doelpunten aan het scoren. Die is meer offensiever ook zijn ding aan het doen. En ik merk, omdat hij zelf ook aangaf dat hij echt fan is van Dejan Stankovic bijvoorbeeld. Daar zijn ook heel veel legendarische, die heeft ook heel veel legendarische doelpunten gescoord en zo. En hij is nu wel meer aan zijn spel aan het werken. En Mancini had ook aangegeven dat hij van Barella wel verwacht dat er ook een offensieve toets mee op zijn spel komt. En ik denk wel dat hij de speler voor Italië kan zijn die dat middenveld een beetje creativiteit kan geven. Waar dat Verratti en Jorginho misschien meer de controleurs zijn en degene zijn die het gaan opbouwen. Maar het valt te bezien of hij tegen grote landen kan doen. Ik zie in deze selectie niet, dus in deze elf dan, zie ik niet van waar de goals echt komen, snap je? Je kan wel zeggen, Immobile is daar wel gekend om goals te scoren in Duitsland en in Italië en zo. Maar ik zie niet van waar de creativiteit gaat komen. Dus zoals vandaag, je hoort op voorzet te spelen, maar geen enkele komt eraan. Je linksback is rechtsvoetig, dus dat is al een beetje... en de voorste drie, ik weet niet of dat echt klikt, snap je? Ze scoren wel twee keer zelf en dan met een on-goal. Dus dan kan je zeggen van oké, ze hebben wel drie keer geprikt, maar ik zie niet dat als je het in een land gaat spelen dat defensief veel sterker is. Nu, Turkije was tot een bepaald punt wel goed defensief. De eerste 35 minuten. Ja, maar dan zie je die eerste crack komt
En hoe ga je dan reageren? En omdat Turkije niks terugbrengt aanvallend, was het ook makkelijk voor Italië om dat te controleren, snap je? En Turkije is ook de jongste ploeg op dit toernooi, dus het is te verwachten dat als er één ploeg is die na 0-1 kan ineenzakken, ja, is het die ploeg wel. Ja, terwijl Italië wel... Deze match vond ik wel business van Italië. Ja, sowieso. Er waren geen flaters. Cellini, Bonucci is een defensief echt een topduo. Super stabiel, man. Dat is maar je kunt toch zeggen over Italië, hè? Dat, oké, naast het tactische en de spelers, dat die geen creatieve spelers hebben, oké, maar dat is toch een toernooiploeg? Ja, dat is een toernooiploeg. Ja, toernooiploegen verresten altijd op de een of andere manier. Maar een toernooiploeg heeft wapens. Snap je? Ik weet zo maar zeggen. Ik zou me eerder zeggen dat Wales een toernooiploeg is, puur omdat je dan kijkt naar de vorige campagnes. Meer dan Italië? Nee, ik ga het leren. Hij begint weer. Nee, maar kijk. Komt. Wales is een toernooiploeg. Gewoon dat je van België hebben gewonnen, zie je? Nee, dat is niet wat ik wil. Nee, maar kijk, luister gewoon eens naar wat ik wil zeggen, broer. Snap je hoe tacky voor ik iets heb gezegd, Betty. Nee, attention. Luister. Kijk. Ik ga nu een voorbeeld geven, inderdaad. EK 2016. Maar wat ik wil zeggen is van, kijk. Elk land... vindt, dus een toernooiploeg heeft altijd een bepaalde dreiging, snap je? Dus met IJsland was dat, hun stilstaande fases waren heel goed, snap je? Bij mij, met Wales bijvoorbeeld, is dat die in de omschakeling zeer sterk zijn, omdat die zoveel snelheid hebben. Dus dat is echt een dreigingsploeg, snap je? Dus met Wales kan je echt 90 minuten lang een 0-0 spelen en die kunnen op de laatste minuut ineens gewoon counteren met Daniel James en met Bale. Met Italië zie ik niet hoe dat je, stel je voor, je gaat balbezit tegen... Want we zeggen net... Italië heeft geen creativiteit met de bal. Dus stel je voor, ze speelden niet tegen een land zoals Frankrijk of Portugal die gaan domineren. Hoe ga je dan vragen stellen aan die landen? Ja, Italianen landen? Kunnen verdedigen. Hè? Ja, nee, maar die kunnen verdedigen. Maar nee, hoe ga je vragen stellen? Dus defensief heb ik geen probleem met Italië. Maar hoe ga je vragen stellen? Ik denk dat er met Berardi, Bernardeschi misschien iets mindere mate. Zelfs Immobile zijn er wel offensieve gevaren. Nu, niet om te maar zeggen geen dat, pure snelheid. Dat zijn geen jongens die op de counter misschien... Berardi is snel, niet onderschatten, man. Ja, maar hij is niet de guy die 50 meter gaat lopen en een doelpunt kan maken. Ik denk op zo'n toernooi, waarom was Mbappé zo beslissend op de vorige toernooi, was gewoon omdat hij die flits zet en hij was op 10 seconden van zijn eigen goal. Met de Italiaanse ploeg heeft die flits niet. Dat is wat ik wil zeggen. Daarmee denk ik van... Ik denk dat Italië niet is op dat vlak... Belotti, ja. Ja, Belotti, broer. Dat zijn twee statische spitsen, snap je? Ja. Dus het enige hoe Italië hier ver komt, is inderdaad gewoon die defensieve bullshit daar en dan op een corner misschien hopen dat Chiellini eens eentje binnenkomt, snap je? Ja, ik denk, schouder. Ja, maar ik denk niet... Ja, of met zijn dijl, zo, snap je? Maar ik denk niet dat Italië kwaliteiten heeft om echt goede ploegen... Daarom hadden ze een mooie scheme moeten nemen, man. Ja, maar hij heeft die snelheid dan nog. Racisme, no? Mooi, laten we gaan naar iets anders. Dat is actueel, man. Waarom is Moiskin hier? Waarom mag deze guy niet mee? Waarom mag deze guy niet mee? Want alles wat we net zeggen, iemand die... Dat is wat hij brengt. Hij is niet de topspeler. Hij gaat geen Champions League beslissen, maar hij is snel. Hij kan een doelpunt maken. Hij kan een kans creëren. Welke spitsen van Italië zijn mee? Belotti en Immobile. Nee, maar twee spitsen meegenomen. Twee spitsen. Het is een van de weinige landen die echt... Die niet zoveel aanvallende opties meegenomen. Twee spitsen, twee keer dezelfde. Ja, twee dezelfde types. Dat is gewoon voor de ene mooi is, kan de andere gaan. Twee dezelfde types, bro. Dus met andere woorden, je verwacht gewoon dat jij... Allee, dus in je hoofd denk je dat je zo dominant gaat spelen dat je elke wedstrijd 77% balbezit hebt, terwijl dat niet gaat gebeuren. Maar Italië kan ook gewoon inzakken. Voor mij, beste ploeg in deze groep is niet Italië, is gewoon Zwitserland, bro. Wacht, het zijn 9 op 9, bro. Oké. Okay. Dat kan, hè. Dat kan gewoon, hè. Maar ik denk, puur kwalitatief speeltijl is Zwitserland veel beter. Ja, dat we gaan zien. We gaan zien. Maar we hebben hier een special guest. Keres. Yo. Tokos. Tokus. Nee, ik zou zeggen... wij kennen u, snap je, maar stel een klein beetje voor. Kent je? Wat is hij? 21. Hey. Van waar is hij? Van hier? Nee, welke België? Welke stad? Stad? Ja? Ik zou niet zeggen... Nog één vraag. Welke ploeg heeft hij gespeeld? Buiten IJs-Roma. Buiten wat? Sassuolo. Buiten IJs-Roma. Sassuolo, toch? Ah, zo'n ploeg. Ik ken Italiaanse Kroatië. In België. Ah, in België. KV Mechelen, Anderlecht, Beerschot, toch? Maar ja, jij weet dat, maar ik heb het over deze guy. Ik wil gewoon onder spot zitten, snap je? Host. Zie je clashes? Die zijn geboren in 2005. Hij is geboren in 2005. Ik ken jou. Maar jullie zijn samen geboren, allebei van 2005. Zwet, maakt niet uit. Hé, Keres, dan praat hij gewoon onder tafel over voetbal. Hè. Dus ik ga je niet geloven. Wie? Yeah. Ja. Mooi, vas-y. En die gaan we. Geen beter dan Benzema. Zwet.
Eerste voetbalploeg was Eendracht Aalst. Oké. Toen ik heel hey, hij is van Aalst. Ja, ah nee, hij is veel te oud. Okay. Hij is een papa. Hij was al bij de senior toen. En wat was de volgende stap naar Aalst? Naar Aalst, maar ik ben vroeg begonnen. Ik denk 4 jaar was ik. Si. Kom op. En daarna ben ik verhuisd, want ik woon in Aalst. Speel ik gewoon bij Aalschepen, gewoon om een beetje in beweging te blijven. Dan ben ik verhuisd naar Mechelen. En dan ben ik gaan testen bij KV Mechelen. En is dat goed gegaan en ben ik daar direct naar boven gegaan. Wat was je toen dan? Wat was ik toen? In Mechelen was ik 6 jaar toen ik ben begonnen. Yeah. En dan ben ik 6 jaar tot 10 jaar bij Mechelen. Van 10 tot 12 Lierse. Yeah. Mm-hmm. Een ander ligt 2 jaar. Ik trok die Lukaku pata veel licht. Toen was ik spitta. Ah, si. Toen was ik spitta. En dus van Lierse. 14 tot U16 was ik bij Anderlecht, denk ik. Als ik me niet vergis, ben ik meer zo zeker. En dan ben ik terug naar Mechelen gegaan en dan ben ik naar Italië vertrokken. Oké. Okay. Voor 3 jaar. En wacht, we gaan eventjes daar stoppen. De stap naar Italië. Ja. Want ik vind altijd zo, snap je? Je hebt zo... Ik weet niet, dat is zo raar. Ik vind, persoonlijk vind ik dat zo raar, snap je? Heel jong, niet eens naar het buitenland en zo. Snap je? Waarom? Hoe? Ja, maar je zegt het juiste woord, je zegt heel jong, snap je? Je groeit op, je houdt van voetbal, snap je? En dan hoort je dat een grote club uit Italië geïnteresseerd is in jou. En tja, dan ben je meteen verkocht, snap je? Ik was in Mechelen, alles verliep goed. Ik kreeg daar ook kansen om mee te trainen en zo. Maar dan kreeg ik de optie om ook naar buitenland te gaan. Ik had een paar clubs die echt concreet achter mij waren. Zoals? Mag je dat zeggen? Mocht je namen zeggen of niet? Dat is verleden tijd, snap je? Optie, dat heeft geen belang meer, snap je? Dus nee. Als je wilt, is dat voor jou. Maar ik denk niet dat je 100% correct bent. Wacht. B. Zeg je maar en ik ga een pokerface houden. Bologna. Slechte pokerface. Slechte pokerface. Oké, Bologna was geïnteresseerd. En nog eentje. Dus een paar clubs waren geïnteresseerd, maar ook uit andere landen. Ja, waarom specifiek Italië? Want jij zegt andere landen, maar waarom specifiek Italië? Was dat gewoon de beste aanbieding die je kreeg? Of had je... Ik heb me ook afgevraagd toen. Dat was een mix van meerdere dingen. Dat is funny. Geld? Ah, je weet het. Money. Ik kan niet meer jullie geld. Geld speelt een rol. We moeten niet doen alsof dat... Geld speelt een rol. En dan ook gewoon, snap je, gewoon prestige, ook gewoon een mooie club. Uh-huh. Nee, man. En ik had gewoon het gevoel dat die meeste interesse... En die hadden ook een plan voor mij. Dus snap je, alles was lekker concreet. Snap je, alles was echt gewoon mooie papier, snap je? En als je zo'n ding ziet en het lijkt goed en concreet, dan... Ik heb goed nagedacht, snap je? En voor mij was het de beste beslissing op dat moment. Uh-huh. Misschien zeggen andere mensen dat dat niet de beste beslissing was. Maar te laat. Mm-hmm. Achteraf weet iedereen het beter. Ja, het is dat. Dus. Spijt? Spijt. Helemaal geen spijt, man. Goeie ervaring. Echt wel, man. Oké, en de terugkeer naar België? Ik had even een moeilijke periode in Italië. Vooral het laatste seizoen, omdat ik een blessure had voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Maar ik had dus een blessure en dat heeft mij lang van het veld gehouden. Dus had ik het moeilijk en werd mijn contract en al die dingen die werd niet verlengd en allemaal details. Maar ben ik terug naar België gekomen en had ik een optie. Want ik kwam terug dicht bij de familie, snap je, 3 jaar buitenland. En dan had ik gewoon zin om terug bij de familie te komen, terug bij de vrienden en zo. Dus ben ik terug naar hier gekomen, waar ik terug naar België gekomen. En was Beerschot voor mij de beste optie. En dus daar speel ik nu momenteel. Mag ik een harde vraag stellen? Nee. Dan gaan we naar de match van morgen. Ik ben een open boek, man. Nee, dat is niet waar. Jij bent niet zo. Jij bent niet zo. Ik ben je open boek, maar als ik niet wil antwoorden, ga ik gewoon niet antwoorden. Ja, als je niet wil antwoorden, moet je niet antwoorden. Heb je vaak soms echt alleen gevoeld in Italië? Of was het wel zoiets van, bent je gewoon elkaar? Als je niet wilt antwoorden, geen probleem. Ik heb me alleen gevoeld. Ik was rondom mensen. Ik was nooit alleen voor een lange periode. Maar, snap je al? Iedereen op een moment, je bent alleen in je appartement, in je kamer. Dingen beginnen in je hoofd rond te spelen, snap je? Maar ik
Snap je? Ik heb het gevoel dat ik veel dingen heb geleerd, ook uit die momenten. Want veel mensen zijn bang om alleen te zijn, snap je? En ik, dat is compleet... Ken je? Nee, man. Solo strijden. Mag ik nog iets zeggen van je? Nee, doe maar. Kijk, ik ken deze guy al. Hoe lang, man? 6 jaar of zo. Een tijdje? Gewoon sinds Mechelen. Anyway, snap je? Wat ik gewoon wil zeggen over deze guy... Hey, oké. Okay. Hij is echt die humble guy van day one, snap je? Niet hij is naar Rome. Tegenovergestelde van u. Oh. Nee. Keres, jij bent de ster. Nee, jij weet hoe ik ben. Wij weten ook dat jij bent. Dit is echt. Hij weet hoe ik ben. Wacht even, jullie hebben allebei een zonnebril aan en zitten binnen. Nee, maar ik doe dat gewoon om... Ik ben Congolees, man. Bon, maar mijn guy props hier, voor jullie... Geef props. Kijk, wat ik gewoon wil zeggen is van, kijk, snap je, ik heb deze guy gezien bij Mechelen. Was U17, ineens belofte, ineens Italië, snap je? Hij is niet geswitcht. Gewoon dezelfde chille guy gebleven, snap je? Hij kon gewoon die persoon zijn van, kijk, ik speel nu in Italië, fuck iedereen, ik skip jullie, of gewoon heikelen, snap je? Dus de guy is gewoon same gebleven, snap je? En dat is wat ik altijd bij hem respecteer. Ik heb altijd tegen hem gezegd, ik weet, ik heb dat vaak tegen jou gezegd, snap je? Maar ik heb persoonlijk niet het gevoel dat ik dezelfde ben gebleven. Jij bent dezelfde persoon, man. Jij bent humble, altijd dezelfde principes en zo, snap je? Ja, principes sowieso. Hoe zou je zelf dan zeggen dat je bent veranderd? Rijker. Yeah. More money! Dit is kijk maar hoe je trekt dit in Nederland. Dat is nee, maar hoe ben ik veranderd? Ik kan niet zeggen veranderd, bro. Ik ga eerlijk zeggen. Je groeit gewoon. Gewoon volwassen. Evolueer, bro. Oh. Hij is zo chill. Eloquent. Wel besproken. Nee, maar ik heb het gevoel dat een beetje gewoon. Minder op no-nonsense gewoon, snap je? Ja. Ben gefocust, ik heb doelen. En de rest, snap je, is allemaal bijzaak, snap je wat ik bedoel? En die dingen had ik bijvoorbeeld vroeger niet, snap je? Ik was een beetje, ik kon links, rechts, weinig focus, maar dit heb ik echt aan focus. Heb je een kind? Nee. Nee. Maar veel mensen die zo'n dingen zeggen, hebben vaak... Dat is vaak met mensen... Ah, zo de klik als je een kind hebt gekregen. Ja, sommige mensen maken een klik, daarom dat ik dat vraag. Nee, man. Lijkt dat? Ben je volwassen? Ja, maar nee. Je bent volwassen, maar daarom ook omdat je zegt van je hebt zelf een klik gemaakt, je gaat niet meer links-rechts bewegen waar je rechtdoor moet. Ja, nee. Daarom kan het zijn, veel voetballers hebben dat. Mm. Ja, man. Kijk, hier is eigenlijk een laatste vraag aan u. Doe maar. Want dat heb jij nog niet duidelijk verteld. Ah. Maar dat heb je eigenlijk gewoon niet gezegd. Op welke positie speelt jij nu? 3. Wauw, opnieuw. Ja, jij het keer eens. Nee, Petit. Middenvelder, man. Ik ga gewoon zeggen middenvelder, want ik, op zich, dat hangt echt van de coach. Sommige coaches zitten mij echt voor de verdediging. Sommige coaches zitten mij voor de verdediging. En sommige coaches die mij een beetje hoger zitten. En wat is jouw favoriet? Favoriete positie? Ik... Ik val graag aan. Graag offensief en creatief. Dus ga zeggen hoger, dus op veld 8. Tielemans. Tielemans, hoe voorbeeld? Dynamischer, hè? Nog dynamischer. Ja, klein beetje dynamischer. Je bent beter dan Tielemans, wat je wilt zeggen. Oh. Ik kan je niet in de saus zitten. Ik kan je niet in de saus zitten. Hij is zo die... Weet je wat ik daar zou vergelijken? Met wie? Moussa Dembélé. Als ik naar Rode Douwers ga. Beetje bal vast. Ja, hij is. Ja? Ja, hij is. Hij had dat zelf niet zeggen, maar hij is. Dat was een probleem met zo'n coach vroeger. Die had hem weggestuurd daarop. Kijk, nu heb jij gezegd dat ze Dreyer hebben weggestuurd. Kijk, we knippen daar. Op training gewoon, bro. Bro, maar gewoon anekdote, snap je? Kijk, weggestuurd. Nee, gewoon training, snap je? Daarna... Mooi, dat is gewoon goed, man. Dat is gewoon goed. We gaan even over naar iets anders. Hey. Morgen 3 wedstrijden. Wales, Zwitserland, Denemarken, Finland. België-Rusland. Eerste wedstrijd, Wales-Zwitserland. Zwitserland. Ik denk dat iedereen voor Zwitserland is. Zwitserland. 1-1. Fuck it. 1-1. Wales-Zwitserland. 2-1 Zwitserland. 2-1 Zwitserland. Ja. Kiris? 1-0 Wales. Okay. Perfect. Welke match dan nog? Denemarken-Finland. 8-0 Denemarken. Wow. Het ding is... Hattrick Eriksson, broer. Fuck it. 2-0 Denemarken. En Brun Larsen. Wie tegen wie zijn? Denemarken, Finland. Bro, jij weet. Niet serieus. Ken je één speel van Finland? Ja, Timo maar Pukki? Is moeilijk, maar ik ken de spelers niet. Pukki? Broer, Bank Ben Norwich. Wie is Pukki? Ah, Pukki van... Norwich. Die guy die vorig jaar voor niks in zoveel scoorde, ja. Dat was maar een stuk van het seizoen. Ja, was maar zo'n 6 bestrijden. Maar hij heeft ineens gewoon vaak gescoord, dus die kan scoren. Eriksen, broer. Maar ik heb ook... Zeg 2-0 Denemarken. 1-1. Moet ik met z'n 4-0
Denemarken. Maar dat, dat is nu serieus, ja. 4-0? 4-0, Denemarken? 4-0, ja. 3 okay. of 4-0. Echt zo hoge scores. Oké, okay, en hier gaan we een klein beetje meer focus op leggen. België-Rusland. Ah, 4-0 België. Hey, onderschat Rusland niet. Nee, man, bro, ik wil niks zien, man. Bro, Rusland was vorige toernooi gewoon daarom dat die gasten waren daar, bro. Ja, snap je? Ja, dat is waar, man. Plus, die zijn gebeld van elke sportief evenement, behalve de Euros, man. Juba weegt op een verdediging, je moet hem niet onderschatten. 4-0. Golovin is creatief wel een offensieve dreiging waar je rekening mee moet houden. Dus het is niet dat. Ik denk niet dat we er zomaar overheen gaan lopen. Ik hoop het, hè. Ik hoop het. Stop even, laat me even uitpraten. Ik hoop dat we er zo overheen gaan lopen, maar... Like, Rusland is niet niks. Dat is nog steeds een ploeg die er staat. België heeft ook zijn bepaalde zwaktes. Witzel is er niet. Is De Bruyne klaar of niet? De Bruyne speelt niet, hè. De Bruyne speelt niet. Hazard is niet klaar. Hazard begint waarschijnlijk en ook plus niet. Die wedstrijd, dat ik als je ziet, die twee oefenwedstrijden daar. Ik was niet overtuigd. In België? Nee? Ik was niet overtuigd. Ja, maar ik kreeg niet zoveel waar aan oefenwedstrijden. Jij weet, dat is gewoon een ritme. Ik was wel overtuigd van de linkerflank Thorgan Hazard en Carrasco. Ja. Daar was ik wel van overtuigd. Amen. Dat was, en ik ben overtuigd van Lukaku zijn kwaliteit als spits. Dus ik denk wel dat hij op een EK wel zijn doelpunten zal meepakken. Ga je niet, Brian? Nee, ik weet niet, man. Ja, bedoel, kijk, de atmosfeer in een toernooi, zeker een Europees of een landentoernooi, is altijd anders dan mijn club, snap je? Als je zegt Lukaku op een toernooi met Inter of met een andere club, ja, Lukaku met België, heb ik het gevoel dat hij nog steeds niet 100% klikt, snap je? Ik heb het gevoel nog steeds dat België iets beter speelt met andere spits, snap je? Ook al vind ik Lukaku de beste spits daar, is mijn lievelingsspeler bij de nationale ploeg, maar ik heb het gevoel dat hij nooit echt 100% klikt, snap je? Kunnen jullie dat ook hebben? Lukaku in de spits? Nee, bij België gewoon, hè, snap België. Je? Bij België gewoon. Ik heb niet het gevoel dat hij echt zo... Mesht. Maar komt dat niet door het systeem misschien? Ja, wat zou ik wel zeggen? Dat is niet echt rond hem gebouwd. Het systeem is niet rond hem gebouwd, maar ik denk, als je de statistieken die hij kan voorleggen, ik bedoel, er is geen spits die meer doelpunten in minder tijd heeft gemaakt, bij welke nationale ploeg dan ook. Moeten we stoppen voor? Nee. Ik denk, ik kan wel vast. Wacht even. Ja. Hij heeft hoeveel doelpunten ondertussen? 62 doelpunten gemaakt. Ja. Dat is nu hier. 60? Ja, like, wow, hij zit in de top 15 topschutters aller tijden, Interlands en zo. Kijk wat je nu gaat zeggen. Finland, San Marino, maar dan moet je even over eerlijk zijn, broer. We spelen tegen landen als Azerbeidzjan en zo, als kwalificatiespeler. Nee, maar een Luxemburg en zo, snap je? Maar nee. Ga je daarop antwoorden? Ja. Ah, nee, maar dat je klaar was. Batshuayi speelt tegen de kleinere landen vaak. En dat is prima. En daarom dat hij zijn doelpunten maakt en daarom dat hij zo'n efficiënte spits is. Hij is ook efficiënt als spits, maar dat zeker niet ontkennen. Bij Chelsea was hij ook efficiënt? Ja, bij Dortmund vond ik hem op zijn best, want ik vond hem ook heel efficiënt. Maar ik denk wel gewoon dat Lukaku is wel gewoon onbetwist nummer 1 op spits. En ja. Moet dat ook blijven. Nee, maar dat is ik denk niet... wel dat je het systeem meer naar hem kunt vormen, maar ik denk dat je meer het beste uit de ploeg moet halen dan het beste uit een bepaalde speler. Ik denk, ja, dat is waar, maar ik denk... als je kijkt naar deze Belgische nationale selectie, hè, wie gaat de goals echt brengen bij België? Lukaku? Je kijkt maar naar één man eigenlijk, snap je? Buiten Lukaku is echt een hij gaat zeggen van, hij gaat je garantie zoveel doelpunten geven. Niemand eigenlijk. Is het dus? Ja, maar dat is ook een vraagteken, snap je? Hazard is ook als een Hazard vraagteken, fit is. Snap je? Dus de min ik zeg met Lukaku, hij is die guy die je goals gaat brengen. Dus ik vind dat je systeem juist meer aan hem moet gaan cateren. Want hij gaat die guy zijn die op een toernooi misschien... zeg maar iets 10 doelpunten kan scoren, snap je? Daar komt je dan niet weer in die hele dilemma van... Als je naar Lukaku gaat richten, moet je bepaalde anders spelen. Dat is niet waar, want wat is de rol van De Bruyne in de nationale ploeg? Assisten geven. Wat is de rol van Hazard? Beslissend zijn assisten geven. Dus je kunt makkelijk je ploeg een beetje draaien rond Lukaku, snap je? Nee, eigenlijk is... Ik denk dat de voornaamste taak is eigenlijk gewoon dat De Bruyne assist geeft. Want als je ziet dat hij in de laatste jaar of in de laatste 2 jaar heeft hij 10 assists gegeven. En dat is meer dan al de rest. Dat is meer dan dubbel van al de rest. Want er is niemand die zelfs maar 5 assists heeft gegeven in die periode. Dus ik denk wel dat je kunt stellen dat de ploeg een beetje is afgestemd op De Bruyne, die het spel maakt. En Lukaku is de spits, dus Lukaku moet die kansen afmaken. Nu, het kan ook zijn dat Dries Mertens of Carrasco Thorgan, dat er een bepaald systeem in komt. Dus ik denk ook niet dat Martinez enkel is gefocust op 1 manier om doelpunten te maken. Ja. Dat is waar. Nee, maar we zullen zien hoe dat België het morgen doet. Ja, oké. Okay. Ik heb... Ik twijfel nog over de 9-situatie. En ik denk dat voor mij de belangrijkste speler op dit toernooi eigenlijk, ik weet nog niet dat hebben gedaan, maar op dit toernooi voor België, gaat voor mij eigenlijk Jason De Nijer zijn. Dus ik denk dat alles een beetje afhangt hoe hij het doet. Omdat ik aanvallend
Weet van, dit zijn de guys. Ik weet, middenveld. Ja, elke episode. Dit zijn de guys. Nee, maar luister. Maar broer, laat me gewoon afmaken. Nee. Wacht. Nee, maar luister even. Nee. Niet beginnen met dit. Luister gewoon even. Twee seconden. Herhaal je zin nog eens? Kijk, voor mij, het belangrijkste speel gaat zijn voor België. Is de naaien. Waarom? Je hebt wel je basis... Allee, je basis centraal verdedigers, dat is Vertonghen en Alderweireld. Je hebt ongeveer al je type middenveld, wat daar normaal gezien Tielemans en Witzaga zijn als iedereen fit is. En je hebt je voorste drie, als iedereen fit is, normaal gezien Lukaku, Carrasco, Hazard. Allee, plus één gewoon, snap je? Dus Lukaku, Hazard, plus één. Waarom dat ik zeg de naaier is van, kijk, hij zijn prestatie moet zo goed zijn, omdat hij aanval de voorste linie en de middenveldlinie in België stabiliteit nodig heeft, snap je? Dus hij is eigenlijk die tussenschakel tussen Vertonghen en Alderweireld, snap je? Dus ik vind dat zijn prestaties moeten zodanig goed zijn, eigenlijk, ja, dat wij een goed EK gaan spelen, snap je? Want als valt hij weg, dan moeten we weer gaan schuiven staan aan van echter, dan moeten we weer onze opstelling gaan aanpassen, snap je? Ik denk dat iedereen hier een beetje vertrouwen heeft in onze wingbacks, met Torjan Hazard en Meunier of Chadli of maakt niet uit wie. Onze middenveld is stabiel, onze aanval is stabiel, snap je? Maar ik denk dat onze Achilleshiel, onze zwakke punt, centraal van achter is. Van dat ik zeg, voor mij is de Neijer zijn performance het belangrijkste, de belangrijkste speler op dit EK voor België. Als hij goed presteert, dan gaat België verder geraken. Dat is wat ik wil zeggen. Niet, oh, de Neijer, oh, wat moet je dan zeggen? Nee, ik denk erover na. Ik ga niet zeggen zomaar de Neijer, snap je? Oké. Okay, dus... Als Keres hier niet zat en Jason De Nijer zat hier, denk ik zelfs dat hij gelijk. Nee, want ik denk dat hij, als hij weet zo van, kijk, als ik, denk dat De Nijer weet, kijk, ik denk dat als De Nijer weet van, ik speel een goed EK, dan gaan we toch wel ver geraken. Ik zeg niet dat we gaan winnen, maar toch wel ver geraken. Die zin dat je nu zegt, kunt je over elke speler. Ja, maar ik zeg, ik voor mij, voor u de belangrijkste speler dan op die EK. Wacht, ga eens naar Andy. Voor België. Ga zeggen Lukaku. Dat is allemaal zo'n beetje generic. Ah, Lukaku. Ik zeg De Bruyne. Ja, maar dat is een topspeelsbroer. Dat is toch normaal dat jij verwacht dat hij gaat presteren? Jij rekent toch op je topspeler op dat moment? Ja, bro, maar nee, ik verwacht... Praat met hem. NBA... NBA, ik vraag niet dat LeBron... Ik vraag gewoon dat de side guys, de roleplayers, hun taak doen. Ik verwacht dat... broer. De Nijer is geen topspeler in de ploeg, snap je? Hij is een goede centrale verdediger, maar hij is niet de topspeler daar, snap je? Nee, niet kut, man. Yeah. Wie is jouw favoriete speler? Wie is jouw belangrijkste speler in België? Belangrijkste speler voor België, dit EK, wordt volgens mij De Bruyne. Voor de reden die ik net heb gezegd. Saai, bro. Okay, dan moet de content belangrijkste hebben. Speler voor Portugal is Ronaldo. De belangrijkste speler is Thomas Romalen. Content. Nee, ik heb gelijk. Dat is niet content, bro. Maar dat is gewoon zo van... Jullie kiezen allemaal de obvious players, man. Dat is toch normaal? Wie is er nog bij? Matt Sells is de belangrijkste speler... Frankrijk is dat Mbappé? Nee, dat is niet waar, Matt Sells is de belangrijkste speler op dit EK. Want als hij goed presteert... Stel je voor dat je in de Nee, luister even. Stel je voor, Courtois blesseert zich morgen. Ja. Ja, maar... Nee, bij de op... Luister even. Courtois blesseert zich tijdens de opwarming. Oh, mijn god. Mignolet blesseert zich tijdens die opwarming. Ik haat hem. En als Marcels vanaf dan elke minuut speelt en altijd de nul houdt, winnen wij dit EK. Kijkers. Ja of nee? Kijkers. Kijkers. Als jullie kijken naar wat ik heb... Als jullie gewoon goed hebben geluisterd naar wat ik heb gezegd, gaat je zeggen, ik snap hem. Maar jullie doen allemaal Spaans. Ik snap hem. Maar dat wil niet zeggen... Als De Bruyne... voor mij is De Bruyne ook de belangrijkste. Maar als De Bruyne... Ook al is dat een opinie die vaak voorkomt, dat wil niet zeggen dat die fout is. Mag ik gewoon één tegenpunt geven? Als De Bruyne niet goed speelt, wie vraagt jullie dat dan België al recht gaat trekken? Wie? Lukaku kan nog. Oké, wie nog? Hazard. Oké, dus met andere woorden... Dat is goed. Geef mij nog meer naam. Dus met andere woorden... Als optie 1 niet goed speelt, heb je nog steeds optie 2, 3 en 4 die het gaan rechttrekken. Ja. Voor mij, als De Nijer niet goed speelt, dan heb je praktisch voor mij geen andere keuze om erin te zitten. Dus je bent gewoon Thomas Romano. Broer, ik vertrouw geen man niet die centraal van rechter speelt bij Vissel Kobe, broer. Sorry, maar respect, snap je? Maar respect. Als je in Bali speelt in Japan, broer, ik vertrouw er niet op dat jij een heel... En plus, deze kaart is bestuurgevoelig, man. Dat is jullie toch gewoon waar, broer. Wij zijn Coca Sport, Jason De Nijer is de belangrijkste speler, omdat Thomas Romano in Japan speelt. Ik
zeggen transfer, man. We gaan hier ineens bij afsluiten. Ik ga deze guy naar PlaySports. Je luistert niet. Dat was nog alles, man. Nou, ik ga u naar PlaySports brengen. Als iemand bij PlaySports werkt en het adres heeft, geef mij het adres. Ik zet deze jongen daar af met de auto. Huh? Geen probleem, man. Nee, man. We gaan dat hier bij afsluiten. Je bent te ver gegaan bij deze, man. Ik ga niet bij jullie. Ja. We gaan dat hier bij afsluiten. Is het je ooit opgevallen dat als iedereen een andere mening heeft dan u, dat misschien niet anders is? Jullie weigeren om te luisteren, broer. Weet je hoe ik weet dat ik heb geluisterd? Omdat ik je eigen analogie heb verdraaid en dat je verdraaid... Broer, maar je hebt dat verdraaid naar de derde keuze. Ik heb een basisspeels gezegd. Ik heb gezegd een basisspeel dat daar is, broer. Als Courtois elke minuut de nul houdt, is hij de belangrijkste speler op dit EK. Want dan winnen wij het EK. Maar wie staat er voor hem, bro? Wie beschermt hem? Oké, wie beschermt de Naier? Middenveld, broer. Dus dan is het middenveld. Maar als je tegen mij zegt, Witzel of Tielemans, ik ging zeggen, ik ging akkoord gaan. Snap je? Dat zijn een van de speels voor mij dat het belangrijkste zal zijn. Kan je naar die camera kijken? Nee, ga je sorry zeggen. Broer, ik heb gelijk, wat is het? Boys. Mooi hem. We concluderen gewoon, de Naier is het belangrijkste speel van België. Dat is niet wat ik heb gezegd. Dat is letterlijk wat ik heb gezegd. Ik wil Keres bedanken voor uw tijd. Sorry, Keres. Keres, hij komt sowieso terug. Hij 100, sowieso, man. Sowieso, dat was echt een goede vibe. Dit was Schoolcast Sports. Eerste aflevering van TKETC. Morgen verslag van Rusland-België. Blijf kijken, deel, subscribe, alles erop en eraan. Ik ben Andy Kisema, de Alkos.